Het is zover. De dag van de Roubaix-rit. Etappe 9 in de Tour de France. Het is nog een half uurtje voor de start. En qua spanning valt het hier nog mee met wat er te voelen is. Het gaat er wel veranderen vandaag. Dat is één ding wat zeker is. Hier de bus van Dumoulin. Die gaat over een kleine 10 minuten eventjes spreken. En vooral vooruitblikken wat hij vandaag gaat doen. Ja, het gaat een hele rare dag worden voor iedereen. En ik heb geen idee wat de verschillen gaan zijn. Het is overigens vandaag by far de drukste start van de Tour tot nu toe. Sommige bussen zijn hier pas net aangekomen. Het is normaal gesproken 2 uur van tevoren. Vandaag was dat zelfs minder dan een uur vooraf. Het zegt al genoeg over hoeveel drukte er naar deze stad is gekomen. Om zo meteen getuige te zijn van waar iedereen wel over eens is, een historische etappe. Nou, vandaag wordt het voor mij zaak om zo meteen iets voor de start weg te gaan en daarna zo snel mogelijk naar Roubaix. Onderweg nog even 1 tussenstop om iemand op te halen. Kijk, ze hebben zoals bij de startlocatie rekening gehouden met wat er vandaag op de planning staat. Ze beginnen meteen met kasseien. Kunnen ze alvast een beetje inkomen. Ik weet niet of je het kan horen, maar er gaan die onderhoek slagbomen dicht. En dat komt omdat er een trein aan zit te komen. Maar als het goed is, onze verloren zoon Yuri. Wielenflits is vanaf vanmiddag met 2 man in de Tour. Hij is vanochtend met de Thalys van Amsterdam naar Lille gegaan en is daar overgestapt op een trein die weer in de buurt ligt van de snelweg waar ik net langs ben gekomen van Arras richting Roubaix. Ik hoop dat je het nog kan begrijpen. Ik pik hem hier eens op en daarna ga ik snel met hem door naar het velodroom van Roubaix waar de pers al is. En zijn we hopelijk nog op tijd voor de eerste kasseistrook van vandaag. Dat is wel één klein nadeel van het volgen van de Tour in persoon, is als je tussen start en finish dat stuk moet overbruggen per auto, ja, dan mis je eventjes wat er aan de hand is. Zeker als je alleen rijdt, dan kan je natuurlijk niet eventjes op internet kijken wat de stand van zaken is. Inmiddels is me dus wel al nieuws bereikt dat Port zijn sleutelbeen heeft gebroken en dus waarschijnlijk uit koers is. En nu gaan we eventjes de auto opruimen, want anders past Yuri er niet in. Hallo, hij is er. Goedendag. Je hebt gehaald. Ja, ander weertje zeker hier dan. Hup, instappen, want... Maxima, wat ben je aan het doen? Ben je accreditatie kwijt, Yuri? Handig. How come? Ik denk dat hij hier is. Safe by the... Nou ja, wat is het eigenlijk? Safe by the envelop. Voilà. Toppa. Doe hem je nek niet meer af. Oké. Kijk, Yuri, je moet ook even naar rechts kijken, hè? Daar. Daar staat ook. Ja, ik kan het nu niet zien. We zijn dus... De zonnetechniek staat op het middenterrein. En hier... op de heilige wielenbaan. Daar waar Cancellara, die is in die bocht denk ik onderuit gebonden tussen zijn laatste deelname. Yep. En jullie hebben wel een mooie etappe uitgezocht voor je eerste 2 etappen ooit. Ja, dat kon slechter. Als ik de eerste week zo heb gezien, waren er niet super veel heel interessante etappes. Maar ik denk dat het vandaag wel anders gaat zijn, ja. Denk het ook. Nu eens kijken of je wel naar binnen komt. Bonjour. Mooi, mooi. Eerste zweetdruppeltjes op je hoofd, hè? Nou, die had ik al. Wie is er rechts? Die met donker haar? De meneer die staat. Dat is Sean Kelly. Goed zo. Oké, dat was even een heel stressvolle finish. En wel een goede score vandaag. Dus daar ben ik blij mee. Nu ga ik op weg naar de perszaal. En dan begint het hele spelletje weer opnieuw. Snel uitwerken naar de vrienden van Tourjour om het materiaal even af te leveren. En dan vanavond geen finale van 2K kijken. Of misschien ook wel, maar dan in de auto. Want het is nog even een verplaatsing van 760 kilometer op het programma. Dus we gaan ons niet vervelen hier deze Tour. Gelukkig heb ik Yuri bij me. Wat die gaan rijden. Thank you.
Yeah.